Zon, zon en nog eens zon. Dat is hetgene wat de Infrabel zonnetunnel nodig heeft. De zonnetunnel is een 3,4 kilometer lange tunnel ter hoogte van het Antwerpse Schoten. Sinds 2011 is het hele dak van de tunnel met 16.000 zonnepanelen bezaaid. Bij de bouw van de hogesnelheidslijn naar Nederland heeft men hier een betonnen koker moeten bouwen voor de veiligheid, omdat de bomen zouden kunnen omvallen van het nabijgelegen bos. En dus ontstond er een enorme dakruimte die vrijkwam om bepaalde zaken op te leggen. En er had een inwoner hier uit de buurt het idee gehad om daar ook zonnepanelen op te leggen en die had contact met ons opgenomen. Maximaal kunnen de zonnepanelen een 4 megawatt elektriciteit opwekken. Dus als we dat gaan omrekenen, dan kan je daarmee stellen dat ongeveer een kleine 1000 huishoudens van energie kunnen voorzien worden of ongeveer een 3500 treinen. De elektriciteit die de panelen opleveren kan in de hele stad Antwerpen gebruikt worden. En zowel treinstellen als de infrastructuur kan er gebruik van maken. In Antwerpen hebben wij eigenlijk een enorme interne lus van 15.000 volt. Die gaat vanaf Berchem in het zuiden van Antwerpen tot de Antwerpse haven. En dus al die elektrische installaties zijn met elkaar verbonden. En daar wordt die energie op geïnjecteerd. Dit project kadert in de doelstelling van Infrabel om steeds milieuvriendelijker met energie om te springen. Zo kan de CO2-uitstoot hierdoor jaarlijks met 2400 ton verminderen. Op zonnige dagen kunnen de treinen daardoor bijna uitsluitend op zonne-energie rijden. Maar energie is natuurlijk wel vergankelijk. Een van de nadelen van energie is dat het niet gestockeerd kan worden. Dus de energie die hier geproduceerd wordt, moet eigenlijk onmiddellijk verbruikt worden. Nu is het zo dat wij nogal heel veel energie verbruiken, ook hier lokaal. En dat enkel in het geval van een hele zonnige dag in het weekend, in de maanden mei bijvoorbeeld, als er weinig treinverkeer is, dat we dan moeten injecteren op het publieke net. En wat we dan doen is eigenlijk de energie teruggeven aan het net van de transmissienetbeheerder Elia en daaronder de distributienetten, zodat u en ik dat thuis kunnen gebruiken. We hebben dus nu een eerste volledig werkjaar achter de rug en we kunnen dus nu kijken op jaarbasis wat de resultaten zijn. De jaarproductie was 3,4 gigawattuur en dat is ongeveer dat wat we vooropgesteld hadden in het businessplan. De zonnetunnel kan alvast een succesverhaal worden genoemd.